Iedereen hartelijk welkom in deze Thomas Celebration, Thomas Viering. Een viering die anders is dan de kerkdienst zoals wij die gemiddeld meemaken. Een viering die bedoeld is voor mensen die geloven, voor mensen die zoeken, voor mensen die twijfelen, voor mensen met vragen en ook voor mensen die willen beleven en ervaren. Een kenmerkend onderdeel van de Thomas Viering is de zogenaamde heilige ruimte. Die begint met het uitschieten van het water in het doopvond en eindigt met het luiden van de kerkklok. Ik ga nu even nog kort vertellen wat er in die heilige ruimte allemaal kan gebeuren. Het is helemaal aan u wat u dan wilt doen in die periode. U vindt het op de orde van dienst, op pagina 4. U kunt ervoor kiezen om hier in de kerkzaal te blijven zitten en te luisteren naar les 3. U kunt ook meezitten met les 3. U kunt een rondwandeling maken langs de schilderijen die hier gisteren zijn opgehangen, die gemaakt zijn door de mensen van kant 18. U vindt, dat had ik daar neergelegd, ja, u vindt een korte beschrijving van wat de mensen die de schilderijen gemaakt hebben over het thema vrede, het thema van deze dienst, hebben gezegd. U kunt een voorbeeld schrijven in het boek dat daar klaar ligt. U kunt een zegen vragen. U kunt pastorale aandacht vragen. U kunt ook de kerkzaal verlaten. En in de consistorie kunt u spiritueel schrijven. In de ontmoetingsruimte kunt u schilderen. Voor de jeugd is het geluid en muziek. En de jeugd is van 12 tot 18 jaar ongeveer. En voor de kinderen is er ook een activiteit. Ik wil deze dienst met het thema deze vrede wordt u aangeboden. Openen met een verzoek aan u allen. Wilt u de mensen naast u, voor u, achter u een hand geven en hen vrede wensen. Vrede voor jullie allemaal.
mogen vieren en dat u ons niet met lege handen in dit leven heeft gezet. God, wij willen u met uw geest zelf hier aanwezig te zijn, hier in dit uur en ons in onze toekomst. En geef ons ook nu uw vrede. In Jezus' naam. Je mag het niet alleen hopen. Je mag erin geloven. God heeft het beloofd. En zijn boek staat vol met zijn beloften. Maar vrede is meer. Vrede is vrijheid. Vriendschap. Vergeving. Vreugde. Vrede is shalom. En dat is wat we elkaar toewensen. En wat we in Israël elkaar nog steeds de mensen horen toewensen. Naast vrede voor de wereld, vrede voor je huis, vrede voor je hart. En met deze vrede begroet Jezus zijn vrienden. Vrede is met jullie. Deze vrede geeft hij Jezus en hij laat het ook ons na. Geven, nalaten. Het zijn werkwoorden. Vrede moet je dus niet in een doosje stoppen en af en toe dat doosje openmaken en er verlekkerd mee op je schoot gaan zitten. Blij om wat je hebt gekregen. Nee. Vrede moet je doen. Vrede moet je delen. En dan zal je vreugde nog groter worden.
die tijdens het samen zijn met zijn vrienden dit brood nam en het brak. En daarmee wees op zichzelf, ik ben het brood van het leven. En, voegde hij er aan toe, eet dit zo vaak als je kunt, tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker. Drink en gedenk mij, zodat mijn geest jullie nooit verlaat. Mijn vrede moet overal zichtbaar worden in deze wereld. En hij zegende brood en wijn. Word daarom elkaars brood en wees elkaars wijn. Wil elkaars vuur, licht en leven zijn.